duurzame leven en werken is belangrijk voor het milieu. Daarom werken we samen aan de energietransitie op Urk en in Flevoland. Wat doen ondernemers allemaal? We vragen deze aflevering aan Hein Koenen van Isoniek op Urk. Kom! Hey, Hein. Hein, we staan hier in jouw bedrijf. Wat maken jullie hier? Wij maken bouwproducten voor in de aansluiting van de isolatievlakken. Dus waar een plat dak, isolatie en een gevelisolatie bij elkaar komen, dan maken wij de aansluitproducten, hoofdzakelijk van isolatiemateriaal. Met dit nieuwe bouwpand hebben jullie willen verduurzamen. Wat hebben jullie eigenlijk allemaal verduurzaamd hier? Ja, wij in ons nieuwe pand hebben we extra gelet op isolatiewaarden natuurlijk, driedubbel glas, gasloos. Dus het is eigenlijk een volledig elektrische onderneming geworden. Waarbij we gelet hebben op zo weinig mogelijk warmte en koude verliezen. En waar we warmte en koude maken, dat we dat op basis doen van warmtepomptechniek. En doen jullie nog meer hierin? Ons wagenpark is eigenlijk vanaf het begin een volledig elektrisch wagenpark. We proberen zoveel mogelijk warmte binnen te houden. Dat doen we dan met de WTW, dus dat is de warme lucht hergebruiken intern. Wij zien ons afval niet als afval, maar als een hernieuwbare grondstof. Dus op het moment dat een klant afval op de bouwplaats heeft, halen wij dat retour en recyclen we hier intern. En verder recyclen we intern zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. Nou, dat klinkt echt al best wel goed. En levert het jullie ook iets op? Merk je dat ook? Uiteindelijk zijn wij in mijn optiek daardoor toekomstbestendiger. De klanten vragen er ook steeds meer om. Dus er is nu een aantal klanten die vragen, hey, wat doen jullie qua duurzaamheid? Dat zal in de toekomst steeds meer worden en uiteindelijk word je daarop beoordeeld en afgerekend. Maar voor andere ondernemers kunnen ze er misschien tegen aanhikken en dat ze er tegenop zien om te beginnen of dat ze niet weten hoe ze moeten beginnen. Wat zou jij hun kunnen adviseren zodat het voor hun makkelijker is om in te stappen? Ja. Als je een jong ondernemer bent of een ondernemer die al wat jaren meegaat en je wilt je onderneming echt toekomstperspectief bieden, dan zul je erover na moeten gaan denken. Niet alleen op personeelsbeleid of impact op het milieu, maar de duurzaamheid moet je eigenlijk in je hele bedrijf implementeren. Dus alle keuzes die je maakt, moet je gaan kijken van als ik een traditionele manier het probleem oplos, of is er ook een duurzame manier en waarom zou ik niet kiezen voor de duurzamere manier? En zo moet je eigenlijk wel de keuzes maken als ondernemer om ook weer verder te kunnen in de toekomst. Ja, oké, dus het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn eigenlijk. Nee, het is gewoon een mindset. Oké. Wil jij ook een bijdrage leveren aan de energietransitie op Urk en je bedrijf meer verduurzamen? Kijk dan voor meer informatie op de website van gemeente Urk of EEF, het Energie-Expertisecentrum van Flevoland.